Ik gaf, als ik heel eerlijk ben, na 45 minuten niet zoveel meer voor Rijnsburgse Boys. En dan toch. Ja, en dan toch die overwinning eruit slepen. Nou ja, kijk, eerste helft was gewoon niet goed genoeg, niet sterk genoeg. Nou, dan kom je op een 2-0 achterstand. En uiteindelijk hebben we hem goed de tweede helft rechtgetrokken. Wat is het verschil? Wat is er gezegd in de rust bijvoorbeeld? Dat het gewoon feller moest en we moesten beter de duels gaan, tweede ballen. En, ja, dat hebben we in de tweede helft gedaan. We gingen er, we klapten er meer op. En ik denk dat Barendrecht daar moeite mee had. En dat blijkt. Maar hoe kan dat zo'n ploeg als Rijnsburg zo begint aan de wedstrijd? Ja, geen idee. Kijk, het is niet dat we gemakkelijk de wedstrijd in gingen. Zo lijkt het vanaf de tribune dan wel, hè? Snap ik. Maar kijk, je weet dat het een hele zware competitie wordt. Je weet dat het een hele zware eerste wedstrijd is. En ja, het was gewoon niet scherp genoeg en niet fel genoeg. En daarom ben ik blij dat we die tweede helft in ieder geval rechtgetrokken hebben. En daardoor heb je een overwinning nu eruit gesleept. Voorsprong was één doelpunt, 3-2. En dan komen er een paar ballen op je af en dan ben je opeens heel belangrijk. En kan je eigen onderscheiden als keeper. Hè? De 3 punten van een groot gedeelte op jouw konto. Ja, kijk, gelukkig wel. Eerst zelf krijg ik 2 doelpunten tegen en ben ik 2 keer gewoon kansloos. Nou, dan zie je dat je, of dan denk je dat je een beetje hetzelfde krijgt als wat je vorig jaar had. Ja, aan de andere kant, tweede helft, dan komen die ballen wel lekker en dan pak je ze goed en dan kan je belangrijk zijn voor je team. En dat is als keeper zijn er sowieso lekker. En de competitieopening, openen met een overwinning, is ook prettig? Absoluut, dat hebben we vaak niet gehad en nu doorzetten naar volgende week toe.